Dit idee is ontstaan door de Cultuurfabriek Schiedam. Wij organiseren projecten voor jongeren in Schiedam. En dat doen we nu al 2 jaar. En Schiedam heeft heel veel talent, maar geen podium. En toen dachten wij van ja goed, we gaan gewoon een urban festival gaan we organiseren. Waardoor het talent van Schiedam een plek op het podium krijgt. Ja. En ik heb ook begrepen dat het misschien volgend jaar gaat veranderen. Ja, waarschijnlijk gaan we volgend jaar naar een andere locatie. Want dit jaar is al bijna vol. En we gaan naar een locatie wat gewoon meer bezoekers aan kan. Maar ook 2 dagen had ik begrepen. Ja, waarschijnlijk wel. Het wordt een 2-daags festival met meerdere disciplines. Dansen bij, meer urban art. Dus voor alles wat. Dus eigenlijk is jouw idee een groot succes. Ja, gelukkig wel. Is goed aangeslagen. En hoe vind je het om met die jongeren samen te werken? Ja, is heel leuk. Schiedam heeft heel veel leuke, talentvolle jongeren. En die hebben heel veel leuke ideeën. En ja, wij ondersteunen ze daarbij. En samen organiseren wij allerlei verschillende projecten. Cultuurfabriek die heeft een bepaalde event, dat heet Studio Academics. Daar kunnen jonge artiesten, die kunnen daar opnemen. En dat dan helemaal gratis. En doordat ik daar heb opgenomen, heb ik hiervan gehoord, heb ik hier auditie gedaan en zo ben ik hier komen performen. Yeah, we don't give a fuck, give a fuck. Nah, we gonna run it up. Ik pak zeker ook al shows, het is niet mijn eerste. Ik heb, recent heb ik een track, heb ik een show geopend voor Snelle. En daarnaast ben ik ook bezig met mijn eigen brand. Ik heb zelf een collectief genaamd New Self Educated, NSE. En het bestaat uit Engelstalige rappers, maar ook een R&B singer. En we zijn gewoon een groepje die probeert te groeien in onze muziek. Ik ben een rapper, slash singer, songwriter en een poëet. En ik ben hier samen met de Boogie Brothers, mijn groep. Gaan we een beetje zingen, dansen, rappen en gewoon ja, het hele feest op z'n kop zetten. We zijn hier eigenlijk gekomen via een auditie, hebben we gedaan. En toen zijn we doorgegaan en toen hebben we een beetje geoefend, nog een paar workshops gekregen. En nu zijn we helemaal ready om hier te knallen natuurlijk. We staan minimaal wel 2-3 keer per maand ergens op te treden. Heel vaak in de Kroephoekfabriek, wat eigenlijk onze thuisbasis ook wel is. En waar wij 19 juli ook onze eigen feest organiseren. En onze release party tegelijkertijd. Eigenlijk proberen we ons nergens aan vast te klemmen en gewoon elke soort muziekstijl te maken. Zelfs bijvoorbeeld, we maken nu heel veel afro, maar ook UK. We hebben straks ook een Engels nummer, een Frans nummer, Nederlandse nummers, Spaanse nummers, echt alles. Ik ben aan het flex, ik zie jou dat niet doen. Je ziet hoe het gaat, dan ben je aan het doen. Je moet nu samen met mij zijn. Ik ben al sinds kleins af aan bezig met rappen, maar vroeger deed ik het al gewoon voor de grap. Maar later besefte ik pas hoe leuk het kon zijn en ik kon gewoon mijn gevoel kwijt in muziek. Dit is nog niks, jullie zijn niet ready. Positieve dame voor mijn doelen bereiken. Je zag je bent op stacks. Wijven, de setjes lopen lekker, daarom niet. Eet je zoals ik deed, ik kan niet. Ik zit op het Lentes Live College in Schiedam en ik doe de opleiding Media en Design en daar zijn ze ook bezig met fotografie, opnemen, etcetera. En ik vind het echt bij me passen en ik heb het ook naar mijn zin daar. Jongens Schiedam, welkom, leuk dat jullie er zijn. Je weet toch, vandaag gaan we een beetje flexen doen. Dames, waar zijn jullie dan? Mensen nou denken van joh, ik wil ook eigenlijk wat gaan doen. Wat kunnen ze dan doen om bij de Cultuurfabriek te komen? Nou, dan gaan ze naar de website cultuurfabriekschiedam.nl en dan kunnen ze via contactformulier kunnen ze even een vraag sturen en dan kunnen ze met ons afspreken en dan gaan we kijken hoe we samen wat kunnen organiseren.